सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Nous avons maintenant suivre l'étude du Yoga Sutra de Patanjali. The study of the Yoga Sutras of Patanjali has become one of the main subject of studies also in many groups in Russia, Ukraine, and Switzerland, and everywhere. Dus de studie van de Sutras van Patanjali is in alle andere groepen waar we nu regelmatig yoga leren geven, hier in Oekraïne, in Rusland, is daar eveneens een van de belangrijke onderwerpen geworden. L'étude des Yoga Sutras de Patanjali est aussi devenue un sujet important dans les autres groupes où nous allons, notamment en Suisse, en Russie, en Ukraine. Our master has given extensive explanation with so many examples from the daily life for Yoga Sutras of Patanjali, both in India and also in Occident. En meester die heeft zoveel praktische voorbeelden uit het dagelijks leven gegeven met betrekking tot de Sutra van Patanjali, zowel in het Oosten als hier in het Westen. Maître Krishnamacharya nous a donné de nombreux exemples d'application des Yoga Sutras de Patanjali dans la vie quotidienne, aussi bien en Orient qu'en Occident. So since last, I think, 2 years, that 3 years, yeah. We have been studying this subject also in our yoga living in Belgium group. En het is sinds de laatste 3 jaar dat we ook systematisch met de studie van de Sutras van Patanjali in de Belgische groep zijn begonnen. Et nous avons commencé à étudier les Sutras de Patanjali régulièrement ici en Belgique. Il y a 3 ans. So it is very necessary because it makes a rearrangement in our daily life with a good orientation. Het is zeer belangrijk omdat het eveneens ons dagelijks leven gaat herschikken. En een heroriëntatie te bewerkstelligen. C'est vraiment nécessaire parce que cela nous permet d'établir une réorientation dans notre vie. And the Yoga Sutras of Patanjali form the main, because it is the true psychology which gives you not only projecting problems but gives the real solution for our human life. En het boek bevat in feite de echte psychologie, omdat het ons niet enkel helpt, maar ook oplossingen, inzicht helpt te verkrijgen, maar ook oplossingen aandraagt die we in het dagelijks leven kunnen toepassen. C'est important parce que ça nous donne des méthodes, des conseils pratiques pour résoudre les problèmes dans la vie quotidienne. C'est une application vraiment pratique quotidienne. So in the earlier sutras which we have studied, in de vorige sutras die we bestudeerd hebben, lors de l'étude des sutras précédents, we have studied about what is meant by yoga by Patanjali. We hebben bestudeerd wat er verstaan zou moeten worden onder Patanjali.
Patanjali Yoga. Nous avons étudié ce que veut dire yoga pour Patanjali. Because Patanjali, he explained that yoga means the state of suspension of the behavior of our senses and mind. Patanjali heeft uitgelegd dat het in feite een ophouden of stoppen is of van de werking van de functies van de geest en van de zinnen. Patanjali nous a expliqué que c'est en fait la suspension des activités des sens et du mental. So if the activity of senses and the mind is as directed by our inner light, then we are in a yogic state. Otherwise, they will direct us, then we are not in a yogic state. En wat er verder verklaard wordt, in een later verb, is dat op het moment dat ons leven niet meer bestuurd wordt door de zinnen en door de geest, dan wordt het direct gestuurd door het innerlijke lichaam. Is het niet zo dat het leven, dan wordt het leven door de zinnen en door de geest bestuurd. En dat is niet de yogische toestand. L'état yogique, c'est celui dans lequel on se trouve lorsque nous ne sommes plus gouvernés par le sens et le mental. Also, we have studied, as explained by Patanjali, about the five types of behavior of our mind. En bij Patanjali hebben we eveneens de vijf soorten van gedrag van de geest bestudeerd. Nous avons aussi vu Patanjali nous enseigner que il y a cinq types de comportement du mental. So the behavior of the mind, what is called the vritti. Het gedrag van de geest is wat een goede omschrijving zou kunnen zijn voor vritti. Le comportement du mental, c'est vritti. So this vritti, it means the behavior is in the form of reaction towards the objects and persons in the environment. En die vritti is er onder de vorm van reacties op personen in de omgeving. Et of op de omgeving. Vritti, c'est la réaction envers les personnes ou l'environnement. Because our mind receives the reflections as impressions and it starts behaving in terms of these impressions. Want de geest die werkt of die reageert op de informatie die we binnenkrijgen in de vorm van indruk. Notre mental réagit données qui viennent de l'environnement sous forme d'impression. And that is not our true behavior, it is not our true expression. Want dat is niet ons echt ons ware gedrag, niet onze echte ware uitdrukking. Ce ne sont pas nos vraies expressions, ce n'est pas notre vrai comportement. Because we get identified with every impression received through our mind. Want we vereenzelvigen ons met elke indruk die langs onze geest binnenkomt. Parce que nous nous identifions à ces impressions qui viennent à travers notre mental. It is possible that we can be as ourselves and we can express as our true self only when this activity of mind and senses is suspended. En het is mogelijk om ons ware zelf of ons onder vorm van ons ware zelf uit te drukken of vanuit ons ware zelf uit te drukken enkel vanaf het moment dat deze reactie op de indrukken van zinnen en de geest is uitgeschakeld.
Il est possible de nous exprimer en tant que notre être véritable ou intérieur uniquement lorsque l'activité des sens et du mental sont suspendues. Also, Patanjali has explained that how can we make a proper use and keep it non-complicated, or if we don't make proper use, how we make the complicated of the behavior of the mind. En Patanjali legt eveneens uit hoe dat we op de juiste manier kunnen gebruik maken, op een niet gecompliceerde manier kunnen gebruik maken van de geest, of op een gecompliceerde manier. Patanjali nous a indiqué comment nous pouvons nous comporter d'une façon simple et aussi d'une façon compliquée. Oui. Par rapport au mental. Par rapport au comportement du mental. So we have studied all these five behaviors. The behaviors are called the measures. The behavior of the mind is called measure. En we hebben ons op deze ook gericht op deze vijf soorten van gedrag of maatstaven, measures. Nous avons étudié les cinq comportements du mental qu'on appelle aussi mesures. So we have studied these five types, the right measure. We hebben deze vijf typen bestudeerd. De juiste maatstaf. Nous avons étudié ces cinq comportements, les mesures justes. And the wrong measure or the inverted measure. Of de foutieve of omgekeerde. On a aussi étudié les mesures fautives ou inversées. And then the imaginary measure. En dan de ingebeelde maatstaven of maatregelen. Également les mesures imaginaires. And another one, the absence of measure, which we call sleep. En nog een andere, de afwezigheid van een maatstaf die we slaap noemen. De même que l'absence de mesure que nous appelons sommeil. And then the fifth one is what we call the memory, because the memory of the past impressions. En de vijfde maatstaf is die van het geheugen. Dat wil zeggen de indrukken uit het verleden. Et la cinquième mesure, c'est la mémoire, le souvenir, c'est-à-dire les souvenirs des impressions passées. So our mind keeps behaving in these five types of, because all the behavior of the mind can be classified into these five types that we have studied earlier. En dus in onder vorm van gedrag kunnen we het volledige gedrag omschrijven of onderverdelen in deze vijf en niet meer. Nous pouvons diviser les comportements du mental en ces cinq types que nous avons étudiés. And then Patanjali, what he explains is that when this activity of the mind is suspended, this type of behavior is activity, that means this is behavior. So when this type of behavior of mind is suspended, then we can exist, we can live as ourselves. Swarupa, that means in our own original form, we can live. En wat Patanjali dus uitlegt is, op het moment dat deze vijf verschillende soorten van gedrag zijn opgehouden om actief te zijn in de geest, dat we dan terug of niet als onszelf, volgens onze ware natuur, kunnen leven. Et Patanjali nous enseigne que lorsque l'on peut suspendre ces cinq comportements du mental, nous pouvons vivre en tant que notre véritable être intérieur. So, that is what he said. If it is suspended, then you can be in your original form. If it is not suspended,
then you get identified with the objects and with all around you, with the environment. So you live always identified. Then you are not yourself. En als je dit is opgehouden, dan leef je volgens je ware natuur. Maar als dat niet zo het geval is, dan ga je altijd u vereenzelvigen met de reacties van de geest. En dan leef je niet als jezelf, maar volgens deze reacties. Si nous ne pouvons pas suspendre les activités de sens et du mental, nous nous identifions avec les formes, avec notre environnement. Et alors nous ne pouvons pas vivre en tant que nous-mêmes. So, in a non-yogic life, every moment, we live identified with all the objects or all the persons with whomever we are in contact. We live identified. So we have no time to live as ourselves. En in een niet-yogisch leven zijn we vereenzelvigen ons voortdurend met alle objecten en personen uit onze omgeving en leven we niet volgens onze ware natuur. Dans notre vie ordinaire, nous nous identifions aux objets et à notre environnement, aux personnes autour de nous. Et nous sommes ainsi séparés de l'état yogique qui suppose que nous mettions tout ça en suspension. Because our true existence is as the spirit, as the inner light. That is our true existence. But we do not have this experience because of this process of getting identified. Want ons ware bestaan is dat van de ziel, ons innerlijk licht. Maar dat is niet onze ware ervaring. Notre véritable existence est celle de l'âme, de l'être intérieur. Mais si nous réagissons à l'environnement, à nos sens et le mental, nous ne vivons pas dans cet être intérieur. Par exemple, when I think of myself, for example, when you say, so when I think I am a doctor, so that means as long as I feel I am a doctor, then I am identified with my impression that to whom I am a doctor, to a patient. But I am not a doctor originally to me, for the patient. But when I get identified with the patient, then always I feel I am a doctor. So then my behavior is not true behavior. Dus als ik een dokter ben en ik identificeer mij met mezelf, wie ik waarlijk ben, dan ga ik ten opzichte van een patiënt betonen zoals ik ben, maar op het moment dat ik me ga identificeren met de patiënt, ga ik me gedragen als een dokter. En dan gedraag ik me niet volgens mijn ware natuur. Si par exemple je suis médecin et que je m'identifie au patient, alors je me considère comme le médecin, le docteur, et non pas comme moi-même. Tandis que si je fais abstraction de cette identification avec le patient, je peux être moi-même. So you take many of these. For example, when I think of my wife, then I say, I am a husband. So, I am not as myself. I think I am a husband, but what I call a husband is only relative. But if I think I am a husband or she is a wife, so I am identified. As long as I think I am a husband, then I have all these impressions, she is my wife, how she should be and how she is and how I am, all these things. So therefore, I have no time to express myself as myself, as my inner self. Nu bijvoorbeeld in een andere situatie ben ik echtgenoot en als ik me als met die rol identificeer, dan ben ik niet mezelf. Dan ga ik altijd beginnen met alle relaties die er bestaan. Maar als ik echtgenoot ben, dan heb ik me vrij gedragen als mijn echtgenote.
En in alle soorten van complicaties die eruit te voortkomen, gedraag ik me op geen enkel moment als wie ik waardelijk ben ten opzichte van mijn vrouw, als persoon. Un autre exemple, si je suis marié, au moment où je pense à ma femme, je me considère comme le mari. Et à ce moment-là, je ne suis pas moi-même. Et alors je pense comment est ma femme, à toutes ces choses, et donc je me sépare de ma véritable identité. So we make our life complicated because as long as I remember I'm a husband, I forget that I am not born as a husband. Nobody is born as a husband or nobody is born as a wife. We are born as a human being and as a manifestation of spirit. But we forget. If I always remember I am a husband, she is my wife, then there are complications. Anticipation and expectation, disappointment. So the whole life is a hell. Dus als ik me gedraag als echtgenoot, dan doe ik in feite iets wat wezensvreemd is, want niemand wordt geboren als echtgenoot of echtgenote. En als ik me dan volgens dat idee ga gedragen ten opzichte van mijn echtgenote, dan gaan er complicaties optreden. En dan gaat er zich een bepaalde soort van relatie gevormd worden die afhankelijk is van die identificatie. En een heleboel problemen die daardoor teweeggebracht worden, doordat ik niet mezelf kan zijn. Nous ne sommes pas nés en tant que mari ou épouse, nous sommes nés en tant qu'être humain. Et à partir du moment où je pense que je suis le mari, il y a toute une série de relations qui apparaissent, qui se manifestent. Alors ça crée des complications, on anticipe, ça crée des disputes, et à ce moment-là, on n'est plus soi-même. So if I remember myself as a husband, then I forget that I am the husband only to my wife, and that is also only as long as she accepts. Als ik mezelf beschouw als echtgenoot, dan is dat enkel ten opzichte van een vrouw of echtgenoot. En eveneens, zolang dat ze dat accepteert van mij. Si je dis que je suis le mari, c'est seulement par rapport à ma femme, et encore pour aussi longtemps qu'elle accepte. Once there was a case, there was a big officer in a big company, and then suddenly he got insomnia, he could not sleep, and he consulted many doctors, they could not help. And somebody told him that Krishnamacharya is there, and you go and consult him. So he came to Mahesh VK. And I want to have an interview with you. I have a serious problem, he said, the master. And then master said, what is your problem? He said, I am not able to sleep and no doctor would solve my problem. And then I tell you what master says. And there was dus een keer een dokter, een belangrijke. He was an officer. Ambtenaar, zeer belangrijke ambtenaar, hoog precies. En die had een probleem. Die kon s'nachts niet meer slapen. En hij had al een heleboel dokters afgeschermd en gaan vragen. Het probleem werd nooit opgelost. Totdat er iemand zegt, ja, er is er zo eentje dat je toch zou kunnen aanvragen, een speciale. Dat is die dokter Krishnamacharya. Hij maakte dus een afspraak met dokter Krishnamacharya. Hij zegt, ik ben een hoge beambte en ik heb wel één probleem dat ik maar niet opgelost krijg. Et là, on a la réaction du maître. Il y avait un jour un employé, un cadre dans une grande société qui avait de graves problèmes d'insomnie. Il avait consulté pas mal de médecins, mais on n'avait jamais pu résoudre son problème. Jusqu'au jour où quelqu'un lui dit, mais va donc consulter le docteur Krishnamacharya. Alors il prit rendez-vous et il dit au Krishnamacharya, voilà docteur, j'ai de gros problèmes d'insomnie que personne n'a jamais pu résoudre. Je suis employé dans certains grades dans une grande société. Et alors maintenant on va entendre la réponse du docteur Krishnamacharya. So the problem is
that this man, he is already retired. He is nearly is nearly 70 years nearing, and his first wife died, and then he married again. Second wife died, and he married again. And this lady is much younger than him, because he was nearly 68 or so, and she was 30 or so, so much difference. And so his problem is, then he said, I am worried, because if I die, would my wife be loyal to me or not? So that was the problem, that was why he could not sleep. Dus het probleem was, hij denkt dan verder uit. Hij was dus in feite een hoge ambtenaar op pensioen. Hij was rond 68 jaar. En hij legde hem uit dat hij al twee maal gehuwd was en telkens weduwnaar geworden. Hij was nu een derde maal gehuwd, maar met een vrouw die 30 jaar jonger was dan hij. Hij vroeg zich af, als hij zou sterven, dat was in feite zijn probleem, als ik nu sterf, gaat ze me nog altijd trouw blijven of niet? En dat was de oorzaak van zijn slapeloosheid. Alors, en fait, cet homme, il était déjà retraité, il avait une septantaine d'années, et il expliqua au docteur Krishnamacharya qu'il avait perdu sa première épouse, il s'était remarié, il a perdu sa deuxième épouse, et actuellement, il avait une épouse une trentaine d'années plus jeune que lui. Et son problème résidait en ceci, qu'il se demandait si, lorsqu'il mourrait, sa jeune épouse lui serait fidèle. So, no doctor, nobody could solve this problem. Then Master said, you see, you are an intelligent fellow, you are an officer, you are retired as an officer, you are an intelligent fellow, but you have no common sense. When you have passed away, when you left your body, how can she be your wife anymore? She is your wife only as long as you are in the body, and she has accepted. When you leave the body, you have no body at all, and you are nobody for her. You are not husband, she is not your wife. Is gone. And then he started to think, oh yes, this is the truth. And then he could sleep now. Master just turned his mind like that. En dus, Master gaf geen direct antwoord, maar hij stelde hem een vraag. En hij vroeg hem, van het moment dat je sterft, dan ben je toch een echtgenoot meer. En je hebt ook geen vrouw meer. Want er is geen lichaam meer waarmee je echtgenoot of echtgenote kunt zijn. Dus wat is je probleem? Als je weggaat, dan is het voor momenteel is zijn jouw vrouw zo lang als je leeft, maar anders, die relatie is dan toch verkleinen. Wat is het probleem? En hij begon erover, hij zei tegen hem, en je bent toch een intelligent mens, je bent toch een hoger ambtenaar, die op een pensioen is, maar je hebt geen gezond verstand, je gebruikt je gezond verstand niet, denk eens even aan. En hij dacht dus even na en kwam tot inzicht en vanaf die moment was de slapeloosheid verdwenen. Alors, maître Krishnamacharya lui dit, mais monsieur, vous êtes un fonctionnaire de haut rang, retraité, vous êtes un homme intelligent, mais vous manquez de bon sens, parce que le jour où vous serez mort, votre épouse ne sera plus votre épouse et vous ne serez plus son mari puisque vous n'aurez plus de corps physique à ce moment-là. Alors il commence à réaliser que effectivement il raisonnait d'une façon incorrecte et il accepta cette réponse de Krishnamacharya et à partir de ce moment-là il put dormir de nouveau. Because when we leave the body, we are only a spirit. We are no body. Then you are no husband, no wife. For the spirit, there is no differentiation. So, when you left the body, only when you